De koersontwikkeling in het land baart de Nationale Assemblée zorgen. De koers voor de US-dollar gaat richting 36, terwijl de eurokoers al bijna 38 SRD is. Voor aanvang van de openbare vergadering gisteren riep Mahinder Kumar Yogi, de voorzitter van de Nationale Assemblée, op om de regering te laten inkomen met uitleg. Heel veel in dit land is afhankelijk van de koersontwikkeling. De prijzen van diensten, de prijzen van goederen, maar ook het leven van alledaags van burgers. Ja, maar wat is uw punt? Mijn punt is, voorzitter, dat ik u vraag om even te stoppen met deze vergadering en de regering te roepen, voorzitter, om te komen naar het parlement, voorzitter, en tekst en uitleg te geven, voorzitter, op deze materie, voorzitter. Het is erg belangrijk voor de samenleving. Maar de regering is aanwezig, maar ik ben helemaal eens met u. Die koersontwikkeling baart ons zorgen in het verlengde dat de ontwikkeling van de prijzen in de winkel. Dus ik ben helemaal eens met u dat we deze vergadering even gaan schorsen en de regering vragen om hier te komen ons uit te leggen wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. We moeten schorsen. Dit is een vrij serieuze zaak. Dus laat de regering, ik ga even in contact treden met de president en dan gaan we verder. De vergadering die eigenlijk als agendapunt had de behandeling van de ontwerpwet houden de nadere wijziging van de wet accijns alcoholvrije dranken, werd na enkele uren weer hervat. De voorzitter van DNA, Marinus B., gaf aan dat er voor dinsdag een speciale vergadering uitgeschreven zal worden waar de regering uitleg zal geven over de koersontwikkeling. We hebben afstemming gepleegd en het is de bedoeling dat we dinsdag verder hierover met elkaar gaan vergaderen. De situatie is vrij serieus, dus we hebben geen keus dan hierover een speciale vergadering uit te schrijven met de president. Dus ik vraag u bij deze uw medewerking. Ook leden van de oppositie hebben vragen voor de regering over het financieel beleid, voornamelijk over de afspraken met het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF heeft besloten de review niet meer in maart te doen, omdat de regering haar huiswerk nog niet af heeft. Tot nu toe heeft de regering 3 reviews gemist, waardoor zij de afgesproken tranches van geld niet kan ontvangen voor steun aan de economie en de begroting.